ben Michelle. Ik heb dit boek niet alleen geschreven, maar samen met mijn broer en met mijn mama. Het boek Voor Claire gaat eigenlijk over onze zus, onze drielingzus die gestorven is aan mucoviscidose. Ik leid zelf ook aan mucoviscidose, maar ik heb pas een longtransplantatie gehad, dus met mij gaat voorlopig alles zeer goed. Nu, het boek gaat vooral over het verlies van onze zus, van onze mama, haar dochter eigenlijk, in verschillende facetten, hoe je daarmee omgaat, wat dat met ons drie gedaan heeft eigenlijk. Het is een wens van Claire, de wens om haar verhaal te vertellen, om mensen een positief gevoel te geven en dat ze moeten blijven genieten van het leven. Ja. Dus jij bent eigenlijk een schrijver tegen wil en dank dan? Ja, nee, ik bedoel, je hebt een boek gemaakt omdat het niet anders kon. Ja, we hebben het boek gemaakt nu. Ik had veel liever hier niet gezeten zonder boek, want dan had Claire er nog geweest. Maar ja, het boek is er gekomen omdat het een droom van Claire was. Omdat wij heel graag een positief gevoel willen doorgeven aan de mensen. Wij proberen te genieten van elke dag, ondanks dat er ons toch wel het een en het ander is weggenomen uit het leven. Ik heb zelf ook een ziekte. En daar proberen wij positief mee om te gaan. Zowel ik als mijn broer Vincent en mijn mama Vivian. En dat is eigenlijk het sterkte van het boek, vind ik, omdat het zijn echt drie boekjes in één boek. Je kan lezen over hoe de mama zich voelt, over een verlies van haar dochter, over het leven. Hoe ik mij voel als zus, hoe Vincent zich voelt, want die is gezond, eigenlijk als een beetje buitenstaander. Het is een boek voor vol positivisme, denk ik. Ja.